Maar wat prikkelde jou wel in die tijd dan als puber? Ja, blowen, computerspelletjes. Ja. Gewoon de hoekstenen van een goede tienerjaren. Ja, muziek, uitgaan vond ik ook heel belangrijk. Ja. Zeg maar in de nacht vrij bewegen. En dat ja, was dan ook. Mijn ouders waren wel vrij makkelijk. Maar ja, het was ook toch ook niet. Het is geen carrière of zo.